Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. De vorige drie wedstrijden hebben wij telkens gewonnen met als snelste race 100 punten. Dus in totaal 78 punten van 78. Gepakt een 100% score voorlopig op naar Spanje. De vorige keer werd het wat minder. Max viel uit na een pitstop. Wij wonnen dus wel de wedstrijd. Maar het had gewoon een 1-2'tje moeten gaan worden, omdat Max gewoon op de tweede positie lag. Zo simpel is het, maar helaas, pech gooide roet in het eten. En ja, die Mazepin, hè. Stijf achteraan. Ongelooflijk. Spanje belooft wat spannends te gaan worden. Ik verwacht hier niet zoveel bijzonders van de kwalificatie. De baan is trouwens nog niet geüpdate, want in F1 2022 komt deze eraan. Of eigenlijk in F1 22, zo gaat het spel officieel heten. En ja, die wordt over een aantal maandjes verwacht. Dat spel gaan we natuurlijk gewoon halen. En dan zitten alle nieuwe circuits erbij. Ook de geüpdate versies hiervan, van het circuit zelf van Spanje. Dus ja, dan wordt het wat minder saai, hopelijk. Maar eerst lekker door naar de kwalificatie op deze versie van de baan. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Nogmaals, Spanje is gewoon niet mijn circuit. Dus ik verwacht hier niet voor bijzonders. We gaan tenminste voor een P5. Laten we daarvoor zeggen. P5 is het doel en zo niet, dan wordt het lastig. We zijn aanbeland bij Q1. Met nog ongeveer 1,5 minuut op de klok. Ik ben er pas heel laat naar buiten gegaan om een rondje te gaan noteren. P22, de laatste plek dus. Ja, wat dus betekent als het zo eindigt dat we niet door zijn naar Q2. Maar goed, jullie weten het allemaal. Deze auto is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3 zelfs. We passen daar wel de eerste bocht. En krijgen daar twee momenten overstuur. En een waarschuwing voor de bochtafsnijding. Dat heeft ons naar een 1.14.9 gebracht. Een 1.14.9. En dat brengt een P18 mee. En dat is gewoon hartstikke... griep. Irritant. Dat dus. De vlag hangt uit. En we zijn ons aan het verbeteren. Met paars in sector 1, groen in sector 2. En we zijn mooi door naar het tweede kwalificatiedeel. Hier in Spanje. Gaan gewoon op die softbanden starten. Jazeker, softbanden eronder geschroefd. En met nog ongeveer 12 minuten op de klok, wat nog ruime tijd is, gaan we gewoon kijken waar deze bankenlab staat. Zitten daar weer iets te ver door en krijgen weer een corner cutting waarschuwing. Vanwege de onderstuur- en overstuurmomenten. Giovinazzi naar de snelste tijd in Q2. Maar goed, je weet dat Verstappen daar gewoon onderdoor duikt. En dan zijn we aanbeland bij start-finish. En dan laten wij een 1.14.4 noteren. Op een tiende van de schaven van Ricciardo, mijn fout. En dan komen we bij de eerste bocht aan. Maar daar zit dan Valtteri Bottas. Die ons daar even in de weg rijdt. Dankjewel Valtteri. Super aardig van jou. Gaat hier gewoon... Ik ben heel mijn spraak kwijt. Ons gewoon nog even ophouden. En dan is het hier einde pret. Terug naar de pits. Op een nieuwe set banden nog wel. Dit is gewoon hartstikke... Ja, dat is het. Hartstikke kloten. Maar goed. P11. Dat betekent gevarenzone. Wat betekent als het zo eindigt dat we niet door zijn naar Q3. Dus we moeten gewoon gaan stampen. Moet hij alles geven, dat gaat dus niet goed. Want ik heb mijn moment overstuur en daardoor verlies ik gewoon momentum in die eerste bocht. Pakken daar een corner cutting, wat wel wat voordeel oplevert, maar of het nou legaal is, dat is het zeker niet. We zijn wel door naar Q3. Die tijd heeft ons toch nog naar Q3 gebracht. Goed, goed gedaan van ons. En ja, dan is het gewoon de vraag waar wij zo meteen staan. We moeten daar gewoon liften, want ja, ik heb daar gewoon niet zoveel downforce. We pesten hier gewoon deze hele chicane. Krijgen een track limits waarschuwing en ik denk hier, ja jongen, stik er maar in. Dan maar even afsnijden. En dat brengt ons naar een P6 op een tiende van Carlos Sainz. En we stappen naar P5, dus we zitten er niet bij. We zitten er niet bij, wat gewoon jammer is.
En dat betekent, einde kwalificatie, we stappen toch nog naar P2. Maar wij op een seconde van Lando Norris naar P9, dus dat wordt knap lastig. We gaan ons lekker voorbereiden voor carrière aflevering 72, hier in Spanje. Ik wacht er niet zoveel bijzonders van, maar goed, dat is een ander verhaal. Hopelijk kunnen we toch nog een podium meepakken. Daar gaan we dan. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the 730-meter sprint down to turn one of this 2.9-mile racetrack. Overtaking is challenging through these 16 corners, but there's still a lot of high-speed excitement to be found, including the flat-out turn 3 and the terrifying blind right of turn 9. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn 1? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn 1 as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Perez, Carlos Sainz, and Leclerc. Gasly, the Professor, Bottas. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Daniel Ricciardo, Tsunoda, Joe, George Russell and Giovinazzi, Ocon, Armstrong, Callum Ilott and Mick Schumacher, Lundgaard, Mazepin, Stroll and Nicholas Latifi. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Got some points on the board. Let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze grote prijs. De geplande strategie is soft, medium, medium. Kunnen we uitkiezen. Nemen minder fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Om wat sneller te zijn in de openingsrondes dan de rest van het veld. Spelen nog wat met de strategie. En dan is het gewoon opmaken voor deze grote prijs hier in Spanje. Een lange wedstrijd, 33 rondes dus op het spel. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 72 hier in Barcelona. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we hebben al wat wielspin en komen minder goed weg. Valtteri Bottas is ons gepasseerd. Ook Yuki Tsunoda kan misschien kijken. Maar wij vallen in Bottas hier terug aan. Ook gelijk bij Carlos Sainz, komen van ver. En dat is P7. De volgende heet dan Charles Leclerc. Perez en Gasly hebben het hier met elkaar aan de stok. We kijken aan de buitenkant van Leclerc. Lukt dat? We laten hem staan. Aan de buitenkant. En dat is P6. Nou, Leclerc heeft zich niet gewonnen. Zit nog aan die buitenkant. Maar wij maken daar gewoon een agressieve divebomb naar Pierre Gasly. En Carlos Sainz is nog niet naar binnen geweest. Want we zitten nog in ronde nummer 1. En Perez is hier de volgende. Weer een divebompje en dat is P4. De volgende heet dan Lewis Hamilton. En daarvoor rijdt Lando Norris en daarvoor rijdt al Max Verstappen. Dus 4 plekken goed gemaakt in de openingsronde van de grote prijs van Spanje. Ronde nummer 8. Iedereen is al naar binnen gedoken, tenminste die voor mij rijdt. Sainz heeft een nieuwe neus gehaald. En wij gaan voor de overcut op Verstappen. Zit in het verkeer, want Verstappen rijdt virtueel aan de leiding. De jongens achter mij moeten nog een keer naar binnen voor de harde band. En wij gaan zometeen naar de medium compound, dus wij moeten ook nog een keer naar binnen. Dus het wordt een strategische zet en een strategische keuze. Hopelijk dat de overcut slaagt.
Ik denk het wel, want Verstappen zit gewoon vast achter verkeer. Nou, het wordt wel heel close, denk ik. Het wordt close met Max, want Verstappen komt nu dat rechte stuk oprijden. Wij zitten nog in de pitstraat. Ik denk dat we erachter komen. 1,9 is de pitstop. En we komen er net achter. Waarom? Ik had mijn pitlimiter nog aanstaan. Dus we verloren daar een aantal secondes. En komen zelfs tot achter Lando Norris weer het veld op. Schumacher en Hamilton hebben het met elkaar aan de stok. En Norris vertraagt. Schumacher gaat hard verdedigen. Maar wij vinden daar toch een gaatje aan die binnenkant. Was daar een kleine touché. Met Schumacher ook met Lando Norris die daar terugkomt. Maar het is P10 en het gat naar Max is kleiner geworden. Het is nu helemaal kleiner geworden, want Verstappen zit vast achter Callum Ilott. En daar hebben wij Lewis Hamilton gezien. En op naar mijn landgenoot. Voor P8. Virtueel de leiding. DRS geopend. Zit de paars in sector 3. Verstappen verdedigt die binnenkant. We kijken hier naar de buitenkant. En dat is P8. Ilott net niet gepasseerd. Hier dan op het gras. Lukt dat net niet. Max zit te koekeloeren. Wij bij Callum Ilott. Hier aan die binnenkant. En dat was een kleine touché. Maar dat is P7. We zitten in ronde nummer 10. Als we daar Esteban Ocon hebben in zijn Alpine. Is hier gezien. Voor P7. Sorry, voor P6. Excuseer. De volgende heet dan Antonio Giovinazzi. En daarvoor rijdt Marcus Armstrong. We rijden een seconde per ronde harder dan de auto voor ons. Giovinazzi. Nog niet. Zitten net te ver weg. Armstrong had daar wel een klein momentje. En wij gaan hier gewoon even kijken waar we de auto kunnen plaatsen. Om ervoor te zorgen dat de Giovinazzi voorbij gaan. Jazeker. Aan die binnenkant hebben we meer grip dan de Italiaan. En dat is P5. De volgende heet dan dus Marcus Armstrong. We moeten hier ook niet al te lang achterblijven. En die moeten allemaal nog naar binnen, de jongens, voor mij. En hier dan Armstrong. Jazeker, aan die binnenkant. Kregen een track limit waarschuwing mee, maar goed. Dat is geen ramp. De volgende heet dan Guangyu Zhao. Voor P3. Daarvoor rijdt George Russell. En daarvoor rijdt volgens mij Yuki Tsunoda. Aan de leiding. En we zitten in ronde nummer 21. Als Tsunoda, Russell en Zhao allemaal naar binnen zijn gedoken. Verstappen is een ronde eerder naar binnen gedoken. Maar we hadden 10 seconden voorsprong. En die overcut gaat gewoon goed komen. Let maar op. We komen wel een flink eind achter de jongens achter mij terecht. Zoals Tsunoda, Russell en Zhao. Die gaan nu op plek 1, 2 en 3 rijden. En met nog 10 rondes te gaan, 11 ongeveer, wordt het toch misschien lastig om de jongens weer in te halen voor de racewinst. Dus het kan zomaar zijn dat Yuki Tsunoda hier de wedstrijd gaat winnen. Pitstrategie compleet en we komen dus mooi voor Verstappen de baan op. P4. Gelukkig maar. En is het op naar Guangyu Zhao. Het gat is 7,5 seconden. Dus dat kunnen wij gewoon dichtrijden. Daar hebben wij dan die groep jongens. Zhao, Russell en Yuki Tsunoda. En daar zitten wij te kijken. En te koekeloeren. En te pielen. Voor een aanval op de Chinese coureur. Guangyu Zhao gaat hier gezien worden. DRS geopend. Overtakeknop ingezet. En dat is P3. Jazeker, podium in handen. Met nog 5 rondes te gaan. Op naar George Russell voor P2. En Yuki Tsunoda gaat, als het zo eindigt, zijn allereerste wedstrijd winnen. We zetten paars in sector 1 neer. Zijn 3/10 harder. DRS geopend voor de tweede keer in deze ronde. Groen in sector 2. Kunnen wij hier Russell aanvallen? Lukt dat?
hier dan op de exit. Lukt dat? Jazeker. En dat is P2. De volgende heet dan Yuki Tsunoda. Nice move. Good job. En dan rijden wij weer aan de leiding met het snelste racehonderdpunt in handen. Dat is goed om te zien. Max op P5. Slipstream pakken van Yuki Tsunoda. Er naartoe lopen. En hier dan een aanval wagen. En dat is P1. Een mooie divebomb gemaakt naar de Japanner. Maar Tsunoda probeert wel terug te komen. Lukt dat? Dat lukt. Aan de binnenkant, maar we knijpen hem daar af. En Yuki raakt onze zijkant. En wij nog steeds aan de leiding. We zitten in ronde nummer 29. Als het geel is in sector 1, daar rijdt iemand langzaam. Dat is volgens mij Callum Islet. Jazeker, Callum Islet valt stil in zijn Williams. In ronde nummer 30. Zhou op P9 en Tsunoda duikt naar binnen voor een nieuwe neus. Daardoor rijdt Pierre Gasly op P5. Verstappen op P4. Heeft Russell... ja, in het vizier. En Zhou heeft ons in het vizier voor de leiding. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. Gaan dan een klein beetje wijd en dat ziet Guang Yu Zhou. Dat ziet Guang Yu Zhou. En wij gaan hier weer wijd. Gaan proberen de Chinese coureur op te houden om Max naar ons toe te zien rijden. Om er een 1-2'tje van te maken met nog 3 rondes te gaan. Zhou heeft zometeen ook DRS. George Russell gaat ook aanvallen. Let maar op. En Zhou kan alleen maar kijken, want wij blokkeren zijn beide kanten. Probeert het hier aan die binnenkant. Maar lukt niet. 3 ronden fuel remaining, zegt Jeff. We stappen op 2 seconden. Dus die komt en komt dichterbij. Gasly op 4 seconden ongeveer. En we zitten in ronde nummer 31. En Zhou zit hier denk ik net te ver weg. Kan er niet naartoe rijden. En we zitten in ronde nummer 32. En we stappen heeft Zhou, Russell en Gasly te grazen genomen. Volgens mij was er ook iets gebeurd met Guang Yu Zhou en George Russell. Die hebben elkaar geraakt. Maar dat heb ik er niet in zitten helaas. Wel heb ik deze blauwe vlag erin zitten van natuurlijk wie anders. Nikita Mazepin, de grote verrassing. Jazeker. Probeert daar zelfs nog terug te komen ook nog. Wat een maloot. Maar goed, maar ja, Mazepin, het is gewoon een gewoonte geworden. Blauwe vlaggen voor de Rus. Het is toch onvoorstelbaar dat hij nog in deze My Team Remote rijdt. En Verstappen volgt op ongeveer 1,1 seconde. Nu is het 19e ongeveer. En de laatste ronde loopt voor de grote prijs van Spanje. We krijgen daar een track limit waarschuwing, maar dat geeft niks. Wij gaan hier de grote prijs van Spanje winnen. Pakken helaas net niet dat snelste racehonderdpunt. Een 1-2'tje is compleet goed gedaan en is het op naar de volgende wedstrijd. They've done it then. A spectacular victory here in Spain and a massive confidence boost going into the next race. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think the key here is just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere. And it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close walk battles on track. It's what all the fans are after. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier hebben we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Spanje. Verstappen naar P2. Wij krijgen ook Driver of the Day. Gasly naar P3. Wij pakken niet dat snelste race 100 punt. Want dat pakt volgens mij
iemand anders. Gasly dus op het podium. Charles Leclerc P4, Hamilton 5. Teleurstellend Perez 6, Bottas 7. Yuki Tsunoda op P9, want Ricciardo eindigt op P8. Sainz op P10, Giovinazzi P11. Lando Norris teleurstellend vertrok van pole en eindigt buiten de punten met een 3-stopper. Esteban Ocon naar P13, George Russell op P14. Maar wij pakken dus gewoon weer een 1-2'tje. Goed om te zien. Ocon pakt een snelste race van de punt, want die eindigt op P15. En één uitvaller, Callum Hilett en Mazepin als enige op een ronde gezet. Dat is de uitslag. Constructeurs- en coureurskampioenschap, 54 punten verschil naar Gasly. Verstappen klimt naar P3, pakt Charles Leclerc en Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. 70 punten verschil naar Mercedes, dus wij leiden gewoon nog steeds bij de kampioenschappen. Dat is goed om te zien. Heel goed om te zien. Rivaliteit breakdown met mezelf en Daniel Ricciardo. Plus 5 voor mij, plus 2 voor Daniel. Wat maakt 7-3. We staan er goed voor. Dat is dus uitstekend. Het team acclaim level 28. Het team zelf level 23. En level 23 Max en mij. Het geld. Hoeveel is dat? Ik ben wel benieuwd. $3,07 miljoen binnengeharkt door de sponsoren. En $125.000 extra erbij. Dat betekent totaal op $184,71 miljoen. Daar kunnen we leuke dingen van kopen. Hele leuke dingen. Zoals misschien een nieuwe rijder. Maar goed, ik moet allemaal even kijken wat we gaan doen. Volgens nu ga ik deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career met content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van me mist. Reageer wat er dus verbeterd kan moet worden. Volg me even op de sociale media. @JanLandsGraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En zou ik zeggen, dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Canada. Tot ziens.